Ah, oh, shout out naar mijn mama en mijn papa en mijn kleine zoon. Een hele goede morgen, Zander Zorgen. Oh shit, dat is hier een sketch, hè? Op de blote die voet. Kersenpitten die nacht. Oh shit. Oh ja, die platen hier gewoon aan mijn voet. Oké, ik heb hier gisteravond nog 700 gram kersen gegeten. Dus ja, dat is het. Hand en het liggen vol met pijn. Vroeg geslapen? Ja, mega chill. Ja, ik heb ook al vroeg geslapen. De eerste keer voor Grain in de nieuwe setup. Tony is nog altijd niet wakker. Die is hier waarschijnlijk nog op volle tour. Alhoewel, moest hij aan het slapen zijn, ging hij wel snel. Oh shit, kijk dit. Een mooie hand. Is dat serieus? Ja. Kom aan, Tony. Wakker worden. Tony, wakker worden. Allee, dus. Hey, ik wil je wel, hè. Absoluut. Homies zijn ondertussen richting de Albert Heijn. Ze zijn ontbijt en middag eten gaan halen. Er waren maar 3 plaatsen, dus ik heb gezegd tegen Crane: neem iets lekker mee en we gaan gewoon iets lekker maken voor te eten. Ik heb alleszins zin in een super frisse duik. Ik ben nog altijd niet goed wakker. We zijn gisteravond echt wel laat gaan slapen. En dit heb ik nodig. Een heerlijke frisse duik. Joe! Yo! Yo! Alles goed? Ja, helemaal uithasseld. Oh shit. Met de bocht gekomen. Voor hoe lang zijn jullie? Nee, 2 dagen. Zit hier nog 2 dagen? Nee, ik moest hier werken. Vanavond moet ik terug gaan werken in de expo. Ah, van Gent? Ja. Ah, oké. Okay. Maar vandaag heb ik nog niks te doen. Ja, ik dacht, wel. Ik zag gisteren. Ja, wij staan hier, man. Heb je mijn nieuwe setup al gezien? Op film en video eigenlijk. Ja, dat kan niet, want dat is nog niet op video. Check. Oh, wacht. Langs achter kijken. Ja, kijk maar langs achter. Wat daar, ja. Vies nice, hè. Het is dik geworden, hè. Het is echt een dikke upgrade, joh. Ze zijn op die spoelbak staat hier normaal in. Dat gaat weer nog iets groter. Maar voor de rest is het een beetje rommelig. Hm? Die emmer. Ja. Die heeft dieper zetten. Ja, die ga ik dieper zetten. Ik vind dat ook zo vet, hè. Dat is vet, hè. Dat vond ik ook nice. Origineel, ja. Blijkbaar is dat gevaarlijk voor... als ik bot, dat het allemaal naar voren vliegt. Ja? Ja. Maar ik geloof dat gelijk niet, want dat hangt echt hard vast. Ja, maar dat kan wil je niet, wel. Dat kan, maar... Wat heb je in je hand? Oh, joh, ik kijk een t-shirt. Ja, pas op. Wat? What the fuck? Wat heb je vast? Ik ben random aan het bloeien. Misschien toch aan een mes gesneden, juist. Nee. Stel je voor, daarnet, een paar minuten geleden. Onmogelijk. En heel je t-shirt is vol, en je broek. Ja, hier heb ik ook wonden. O ja. Ik zit weer vol van de wonden. Ja, wat doen we daaraan? Raar. Dat ik dat niet heb zien aankomen. Ik weet niet eens van waar dat komt. Ik heb dat altijd, dat ik opeens begin te bloeden. En dan hangt alles Ik heb dat ook. Je voelt dat niet, hè? Huh? Yo. Heb ik nog een stuur hier een half uur later. Ja, ik was eerst een duik gaan in. Wat? Jammer joh. Zeker. We hebben toch wat shit mee, hè? Nee, we hebben niks meer voor je. Ik heb het lot aan jullie overgelaten. Ik had geen internet, ik was dat vergeten. Alles goed. Ja, sowieso maar joh. Tuurlijk. Hoe lang man? Doe eens een trucje. Kickflip. Maar dat ga je nooit aan het hotel. Dat lukt wel, hè? Dat lukt sowieso. Ik heb het ook ooit eens geprobeerd. Oh, Travis is dat je dat nog kan ook. Kan, ja, ik heb het al meer lang. Ja, maar dat is echt zo'n longboard special trick. Waar dan je, mensen de, jaren naar boeken. We zetten dat vroeger in het gras en we deden dan salto's op. Ja? Ja.
Dat is trampoline, hè. Ik kan daar niks mee over. Wat even green gekocht. Ja, maar ik heb die ook. Dat heb ik mee voor. Zo. En dat is gewoon vanavond. Heb je ooit mijn penny gezien? Daar krijg je wel penny voor. Ik heb dat ook. Maar van Glow. Oh, wat een beter nog een room. Ik heb dat ook heel soepel. Dat had dat moeten zijn. Als je erop staat, zakt hij gewoon. Geen room. Nee. Hey, room? Nee. Yes, ik ben hier een lekker gerechtje aan het koken voor mezelf en Grain. We hebben allemaal groentjes, we hebben tempeh en we hebben hier pasta. En deze pasta is van bruine rijst. Hoe vet is dit nu? Extra gezond. Joe! Zit het er klaar voor? Ja, ben benieuwd. Alright, en Tony? Zit hij er klaar voor? Dat is beter, hè. Smakelijk, man. Merci. Wat schaft de pot? Oh, nog worstjes. Patatjes, nog worstjes. Smakelijk, dude. Merci. En appelmoes? Nee. En uw vriendin niks te eten heeft? Gisteren was nog zo romantisch. En nu mag ze de popcorn op, hè. Ja, hun keuze. Hij moet geen worstje hebben. Ook een hij moet geen worstje hebben. Ze is dood, hè. Wat hadden we aan mijn haar uitgestoken? Ze is zo moe vandaag. Tony? Allee, hier. Alle hoeken van de bus getoond. Hij dat niet hoort. Het enige dat ik hoorde vanmorgen was Benoit. Ze waterpistool op. Je was al klaar voor het op de bus komen, maar je was te laat. En hey, hij had jouw waterpistool niet opgepompt? Nee. Dat is mijn oppompen. Dat is zo spijt. Fuck up bro, broers. Ja, dat is zo. Dat was een lens, hè. Is echt, hè. Oeh, ja. Ja, die moet ik hebben, ja. Of gewoon de kleinere versie. Stuur de Tony die lens. Dat is wel een goede lens. Oeh, je ziet mijn hele arm. Yo, mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ben ik nu aan het filmen? Hij is niet zo zat. Kom aan Tony, je kunt het. Zou het achterwaarts kunnen? Nee, niet meer. Het is wel alleen. Oh shit. Bijna. Ik heb het zien. Allee. Chicken. Hij is niet aan het filmen. Jawel. Voorwaarts is dat toch, je kunt het. Ja, ik heb het. Zwak. Ik wil alle handen staan doen. Ik heb een blessure. Ja. Kunnen hij niet breakdance of jump of zo? Ja, nee, vroeger. Jump. Op kamp. Ja, hè. Even een keer een preview. Nee. Bij de 1000 likes gaan we een jump video maken. Dus 500. 1500 likes ja. En? Ja, toch dat doen. Oh, dank je. We moesten de deur open. Die is al open, man. Hé, hey, wat maken? Alles goed, fuck up bro, broer. Wat maken, G? Voila. Oké, okay, wat gaan we dus eerst doen? Eerst zwemmen en dan... Skatepark. Skatepark en dan nog een keer zwemmen. Terug zwemmen. Ideaal. Eerst al. Hoppa. Wij gaan dus richting het skatepark. De bikes zijn in de auto gelaten. Jullie zien het. De bus staat ook helemaal safe. Of toch niet. Dat ga ik misgaan. Je moet altijd die kleine dingen controleren. Check dit. Hoppakee. Al die kastjes moeten altijd dicht zijn. Heb je het gehoord? Yes. Let's go. Ik kom misschien straks nog bij, als ik mag, want het zijn strenge regels. Wie wou er hier een shout-out gooien? Hé, hey, stand up! Ik ben iemand! Wie wou er hier een shout-out gooien? Is het naar Matthias KWD? Joe! Nog iemand een shout-out? Shout-out naar mijn mama! Shout-out naar mijn mama en mijn papa! En mijn kleine zus en mijn kleine broer. Hi, super vet! Hey homies, tot de volgende! Salut! Hé, hey, dat is hand. Is dat wel coronaproof? Nee, is dat wel childrenproof? Kom aan Tony, ik wil een duik zien. Over de hak. Een duik hierin. Het is een half meter diep.
Yes, wij zijn toegekomen op de spot. We dachten we gaan ons hier zetten. Er is superveel volk op het strand in de Vlaarmeesten. En ja, dat gaat anders een risico zijn. Ook met de camera spelen en al die shit. Je weet het maar nooit. Kom aan, Tony. We zijn al aan het zagen. Wie? Die man? Die twee Marokkanen, maar wat bedoelt u zeggen? Wie zit er dus aan? Die man daar. Of is dat... Maar die zitten niet te zijn. Check die ene meeuw blijft daar nog zitten. Het is een strijder. Die lijn moet zwemmen, maar we hebben super veel kamers voorbij, dus dit is wel een safe spot om onze spullen achter te laten. We zijn nu aan het twijfelen of we erin gaan. We mogen overal zwemmen, ze. Ze mogen het gewoon niet zien. Hoppa. Dat is echt niet diep. Ik zei het, kijk, je ziet de bodem. Dat is een halve meter en die duikt er, allee, die springt er zo in. Lekker. Ja, ik ga komen, hè. Ja? Ja, toch? Ja, mag ik zo. Wij zitten ondertussen lekker in het water. Het was nog veel te warm om op het skatepark te knallen. Een shout-out naar alle homies van Gent sowieso. Ik zag dat iedereen heel stoked was. En check waar dat we zijn. We zijn echt op het hoekje aan de Vlaarmeesten. Vanaf hier is de legale zone om te zwemmen. Wij wandelen er vandaar naartoe, maar dat is echt wel redelijk ondiep. Er zit nog redelijk veel volk, maar ook niet superveel voor jullie. Echt wel bizar. Is hem daar? Ja, hij is daar. Ja, die guy staat daar gewoon. Die is gewoon aan het rondwandelen. Die gaat echt niet zagen dat wij hier 3 meter door het water wandelen. Ja, nee, dat kan niet. Zo gek is die guy ook niet. Ze zijn gek in deze tijd, maar zo gek zijn ze niet. Oké, Tony, ik wil een stal toezien. Dat kan dat niet. Joe! Dikke style, hè? Dikke style. Dat is wel style. Een professionele zwemmer. Oh. Dikke sties. Ja, ik ga mijn Apple Watch aan doen. Waarom? Voor mijn training. Ja, oh! Hey, als je dat kan, dan heb ik een special voor. Joe! En nu al zo, je ziet dat. En nu een duik. Ik ben juist droog. Oké. Okay. Yo, kleren terug, Nat. Sias had super lang gewacht om hem droog te krijgen. Helemaal terug, Nat. Hé, wat maak je? Gaat hem. Nice. En hey. Hij kunt dat ook. Moet gewoon... Hij kunt dat ook. Ja, nee? Kan het. Jawel. Jawel, doe het. Op je 9 jaar backflip met een step. En dan ga je zeggen dat je nu hier geen backflip kan. Oh, doe het. Oh, Tony heeft een nieuwe sponsor. Tony heeft een nieuwe sponsor. Ah ja. Oh, de backflip. Hij moet de politie geen afstand houden? Nee, hey, een meter en half, hè. Ja, maar ja. Handen op smet, ben je binnenkomen. En ze zijn langs daar naar binnen gekomen. Welke bandje nou? Hey, dat is de uithand. Dat is de uithand. Ze mogen daar niet naar binnen komen. Ai, ai, ai. Zomaar zie je. Kom maar, jongens. Flexen. Hey! Hey! Hey. Hey, ik heb nieuw lied, ik ben rapper. Ja? Ja? Show me een keer wat bars. Maar kijk, zoek op YouTube GV Stress. Hey. GV Stress, nieuw online, GV Stress. Oscar, shout-out naar Oscar. Shout-out naar zijn helm. Shout-out naar zijn haar. En zijn fiets. Hey. En shout-out naar mijn 2 flessen water. Joe. We gaan inbreken, skateboard. Shout out yeah? SBR. Shout out SBR. Hey, 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 dag vlogs. Hallo. Hey, abonneer allemaal op Bunny Vlogs en like het voor allemaal. Ja, allemaal op TikTok. Hey, thanks homies. Amuseer jullie. Ja, ook. Thanks. Yeah.
Oh, wat is hier gebeurd? Oh. Backflip. Ja, laat eens iets zien. Wat? Ik weet niet, een trucje? Of de kinderzone. Ja. Tony is net weggestuurd uit de kinderzone. Maar Tony is gezegd, fuck this shit. Let's go. Hoppa. Hey, hey. Mijn bike. Tot de volgende. Ik ga opzoeken welke kant ik op moet voor de McDonald's. Dat is gewoon recht hoor. Daar. Nee. Uit. Ja. Nee, niet dat daar. Yo. 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 Hey, wil je niet mee met de auto? Fuck. Yo, boy. Ciao. Tot de volgende. Allee joh, altijd Johnny. Altijd Johnny. Uit, yo. 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 Oké, holy shit. Het was een heel vet weekend. We hebben het weekend kunnen afsluiten met nog een sessie. Er was echt wel super veel volk, maar het was ook wel nice dat we konden shredden. Dat was gewoon vet. Zonder inschrijving, zonder iets, is het ons toch gelukt. Dus als er iemand naar buiten gaat, mag je naar binnen en ze houden altijd plaatsen over voor mensen die zich niet hebben ingeschreven. Let's go. We gaan nu richting Knokke. Morgen is het zomertour. Ik moet nog al deze was doen. Check al die zakken. Dat is echt heel veel. En dat gaan we doen. Ik zie jullie later. Joe. Dit gaat smaken. Wat heb ik gekocht? Ik heb Bami Goreng gekocht. Dat vind ik nog altijd een van de beste Chinese gerechtjes. Laat in de comments weten wat jullie altijd eten bij de Chinees. Ik ben daar altijd Bami Goreng met kip. En ook Nasi Goreng met kip. En zoetsere saus. Meestal koop ik het alle twee en eet ik er 2 dagen van. Maar ik heb geen frigo, dus nu kan ik dat niet meer doen. Check dat. Hoe goed ziet dit er niet uit? Super lekkere noedels, een beetje kip. Hey, hij zit hier ook al. Lijpen. Ze kwam daarnet ook onmiddellijk goeiedag zeggen. Lijpen is zo lief. Hé, mis je de bus? Ja, ja. Hij wil mee op tour, hè? Jij wil mee op tour. Sowieso. Hé, zo flink dat je bent. Wat ben jij flink. Lekker aan het genieten. Hé. Oh, dit doet deugd, hè. Een heerlijke massage. Een lekkere massage. Oeh, heerlijk. Yes. Lijpen wordt hier weer verwend. Ik besef nu ook wel dat ik echt wel gordijntjes aan deze kant moet maken. Daar een gordijntje en daar een gordijntje. Ik was normaal van plan om zo 1 groot gordijn te doen. Maar dat gaat niet door. Ik besef echt wel, als je 1 groot gordijn doet en dat hangt zo vast, kan je die deur niet meer smooth open doen. Ofwel zit dat hiervoor en dat gaat dan in mijn afwasbak. Daar heb ik geen zin in. Ik ga gewoon allemaal magneetjes hier hangen. Of ja, nee, ik ga zo een soort van gordijn maken. Daar magneetjes in hangen. En dan kan ik dat hier allemaal opklikken. Dus dat gaat super chill worden. Dat is voor later. Maar het zijn plannen. En ik besef echt wel, zo'n bus, hij blijft aan mijn werken, hè. Dat werk stopt niet. Dat werk stopt niet. Ik ga hier lekker van genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets genieten. Of aan het eten zijn. Mmm. Wajo. Het is nog warm. Ik moet trouwens ook echt veel video's editen. Vandaag is er nog geen video online gekomen. En ik denk niet dat ik er nog ga geraken. Ik weet zelf niet hoe laat dat is. Dus bij deze, sorry als er 1 dag hier geen video's geweest.
Yo!